ik ben ook vloggen. Iedereen vlogt. Dus het leek ons ook wel eens leuk om te vloggen. Vandaag hebben we Dolle Pret met Bartje Wet in Slootdorp. En altijd wel een keer mee willen gaan. Vandaag is je kans, dus kom. Goed, moeten we nog even de aanhanger ophalen. Aanhanger met decor, licht, geluid. Geluid is vandaag niet nodig, want we staan in een grote feesttent in Slootdorp. En daar staat, als het goed is, een hele grote geluidsinstallatie. Dus dat kunnen we in de aanhanger laten. Maar goed, moet wel mee, het zit in de aanhanger. Decor zit ook in de aanhanger. We zijn er. Hier is het. Hier is het. Boffie? Nee, we gaan bouwen. Ja. Oh. Kijk dan. Leuk. Het ziet er echt heel schattig uit. Leuk, hè? Schattig. Schattig. Leuk. Hier gaat het gebeuren. Oh, ze zijn al bezig met geluid en licht. Alleen het decor. Alleen het decor. Oh. Paal. Precies in het midden, een paal. Zullen we gaan bouwen? We gaan bouwen. We gaan bouwen. Oh jongens, troep. Dat hoort ook nog mee, deze kookkamer. Dit wordt een feestje. Dit wordt een feestje. Dit wordt een... Dit wordt... Dit wordt... Je hoeft niet te dansen. Oh, echt niet? Nee. Oh, ik doe het zo graag. Nee, je hoeft niet te dansen. We gaan wat anders doen. Zal ik anders een liedje zingen? Een liedje? Ja. Kan jij goed zingen? Ja. Kan jij goed zingen? Ja, ik kan heel goed zingen. Nou, laat me horen dan. En dan roep je heel hard de magische woorden. Doei, dag, tot ziens allemaal! Oh jongens, zit erop. Klaar. Was het leuk? Ja, was leuk. Ja, je zou wat anders zeggen jij. Zit erop. Nou, ik denk dat er 300 kinderen waren of zo. Dus alles zit weer in de aanhanger. Gaan we nu naar huis. En net op tijd. Want het avondprogramma hier in de feesttent met onder andere Peter Beens en Marianne Weber. Een hele lijst artiesten. Dat is allemaal afgezegd. Want code rood is er afgegeven qua weer. Dus we hebben nog een uurtje om een beetje veilig thuis te komen. En dan is het gewoon code rood. Kijk, er komen al tractors en happers om de tent een beetje hier. Om de tent een beetje te barricaderen. Ze hebben alles leeggehaald. Planten aan de kant. Nou, noem het maar op. Geluid wordt helemaal afgebroken. Hadden ze speciaal voor ons uiteindelijk neergezet. Dus nou ja, we gaan nu naar huis. En hopen dat we op tijd thuis komen. En dan, nou, ik hoop dat jullie dat je het leuk vond. Onze eerste vlog. Dus nou, zo leuk is, doen we er nog eentje. Volgende keer misschien bij een André van Duin imitatie of een buikspreekshow of wat dan ook. Of misschien straks bij de Vet Coole Zin Show. En nou, ik zou zeggen tot de volgende keer. Doei!